Oh Gladys, wat zing je mooi. 14 minuten voor 2:30 bij de Tros op Hilversum 3 op donderdagmiddag. Dat was de favoriete top 3 van Annemieke de Vries Burgert. Meteorenweg 490 in Purmerreutel. Op de eerste plaats California Girls van de Beach Boys van 1965. Dat is steeds nummer 28 in de Nederlandse Hit Parade. Daarna hadden we het fraaie Your Song van Elton John in 1971. En toen op een tiende plaats. En tot slot Gladys Knight and Her Pips. Een Midnight Train to Georgia van 8 jaar geleden, 1973. En toen op een 27e plaats. De favoriete top 3 van Annemiek in Purmerend. Goed, maar nou, tijd is voor de quiz. De eerste kandidaat. Schrijf de bon of een envelop. Ik eet vanavond carbonade met knolletjes. Dat vertelt Yvonne Nengermans, scheffer uit Opperdoes. Yvonne is nogal een bezig type. Zit in allerlei commissies. Werkt hand. Heeft 2 kinderen Mark en Sandra. 1 man Wim. 20 vissen. En krijgt nu een algemene vraag. Voor? 50 paar of een envelop. Eerste kandidaat inderdaad in Opperdoes. We blijven een beetje in Noord-Holland, want we zaten net in Purmerend. Vorige week ook een aantal kandidaten in Noord-Holland en ook vandaag weer toevalligerwijze. Yvonne, mee daar? Ja, ik ben er hoor. Hallo. Hallo Tom. Wat klinkt je vrolijk? Ja hoor, het is toch een vrolijk spelletje. Het is een vrolijk spelletje. Waarom zouden we ons een beetje beroerd voelen, hè? Nou, met al die regen van de afgelopen dagen. Nou, het zonnetje mag ook wel eens een keer een beetje in het hart schijnen, al is hij dan niet waar, buiten. Dat is waar. Ja? Er staat hier dat je nogal een bezig type bent. Ja. In allerlei commissies zit. Wat voor commissies? Nou, in de oude commissie van school. Ik ben secretaresse van een autosportvereniging in de Haarlemmermeer. En ik ben penningmeester van de plaatselijke Floralia-vereniging. Dus je houdt je hand op de knip? Ja, zoiets, ja. Goed zo. Eens kijken of wij onze hand van onze knippen kunnen halen vandaag. En je wat kunnen laten winnen in 50 pop. Ja. Je wilde een algemene vraag. Ja. En dat zullen we maar eens proberen dan. Ben je op je werk of ergens anders of gewoon thuis? Nee hoor, ik ben gewoon thuis. Ja? Ik ben moeder en echtgenote. Ja. Die hoort, dacht ik, thuis te zijn als vader werkt. Sommige mensen denken er anders over. Dat moeten zij niet, maar ik heb dit standpunt. Goed zo. Eventjes kijken. Een algemeen, in welke richting zullen we het zoeken hiervan? Nou, sport maar, hè. Ja? Ja. Nou, zeg de uitslag er maar. Van PSV Willem 2. Desnoods. Ja, 2-0. En ik weet nog wie ze gemaakt hebben ook. Oh, zeg het maar. Ja, Willy Jansen maakt het eerste en René van der Kerkhof de tweede. Heel goed, heel goed. Gefeliciteerd. Zo, dat scheelt weer. Gaat wat sneller allemaal. Ja. Huh? Het was inderdaad goed, Jan. God, ik zit hier eigenlijk een beetje verbouwereerd. Wat dan? Nou, ja, die namen van die spelers, die wisten het niet. Wist nou, het niet. Dat staat in de krant, hoor. Ja. Zo king ben ik nou ook niet. Ja. Ik heb het opgezocht. Ja. Weet je ook in welk kader die wedstrijd gespeeld is? Een bekerduel, toch? Ja, is ja. Inderdaad goed, ja. 50 gulden heb ik voor je, Yvonne. Nou, laten we heel hebberig zijn en liever een envelop. Welke zullen we pakken? Nummer 6. Nummer 6. Populair nummer geworden. Ja, nummer 6. Ik weet ook niet waarom. Dat, nee? Toen ik het kaartje opstuurde om eventueel mee te doen, toen dacht ik, nou, word ik getrokken, dan neem ik nummer 6. Ja. En dan moet je hier aan houden dan, hè? Tuurlijk. Eventjes kijken. Ik keek net door de envelop heen op het briefje. Toen dacht ik, er stond een taxi van 60 gulden. Maar het is een mixer van 60 gulden. Oh, dat is niet gek. Nee? Nee, dat is leuk. Hartstikke leuk. Goed zo. Ja. Die komt naar je toe gemixt. Fijn, dankjewel. Nou, dat was het, Tom. Dit keer geen groeten. Geen zwaaien? Nee. Nou, zwaaien doe ik hier wel voor het raam. Oké. Okay. Bedankt voor het meedoen. Ja, zeg. Succes verder met je programma. Dankjewel. Tot een andere keer. Dag, Yvonne. Dag. Ik denk dat we om 2:30 klaar zijn met het programma, als het zo doorgaat. Het is inmiddels 10:30 voor 2:30 op donderdagmiddag. En het regent zomaar niet.